Je kan niet chatten. Ah nee, Maggie is aan het typen, zie ik. Maggie is aan het typen. Ja, het is oké, okay, zegt ze. Ja, groetjes. Groenten uit Balen. Ja, we waren gekomen. Ah ja, dus het is dus actueel, want we waren gekomen bij de Heilige Kerk. En bisschoppen, dat is toch wel een belangrijk deel van de kerk. Dat is voor het ogenblik het belangrijkste deel van de kerk, want we beginnen als, want het is een ketter. Of zijn ketters al. Enfin, of zou moeten zijn dat Paulus VI nog leeft, en dat is een heel klein kansje toe. Er zijn sommige mensen die erin geloven, en sommige mensen die hem gezien hebben, ja. Ik zou hem wel graag willen tegenkomen dan. Zijn de heiligheid is een keer willen tegenkomen als het zo is. Dat zou we wel deugd doen. Groetjes terug uit Wechel, ja. Wechel en der Zanden eigenlijk, hè. Maar ja. Goed, vraag nummer 106. Wat is de Heilige Kerk? Ja. Goeie vraag, hè? Ah ja, want er zijn die spreken over de kerk, hè, en dan hebben ze het over Rome. En over de parochie hier in de buurt. Enzovoort, hè? Dat is de kerk. Zijn die zeggen dat de broederschap de kerk is? Zijn die zeggen dat. Nog andere dingen zeggen, hè? Begaan ze dan zeggen nog wel allemaal. Wat is de kerk volgens de catechismus? En de catechismus is onfeilbaar, want dat is wat altijd overal door iedereen geloofd is geweest. Dat komt volledig overeen met wat de catechismus van Sint Augustinus is. En met de catechismus van de heilige Belarminus enzovoort. En van Peter de Hond. Woef, woef. Hè? Peter de Hond. Die werd in Latijn genoemd Petrus Canisius, de heilige Petrus Canisius. Die heette eigenlijk Peter de Hond en in die tijd lieten ze hun namen voor Latijnse. Hè? De Hond, ja. Want het was een waakhond hoor, de waakhond. Een golden retriever. De waakhond. De Dominicanen worden ook. De moeder van de heilige Dominicus, als ze zwanger was, als ze Dominicus verwachtte, had ze een visioen dat ze een hond zou baren. Een hond met in zijn muil een toorts die de hele wereld zou verlichten. En het is Dominicus geworden. En de volgers van Dominicus heten de Dominicanen. En dat is dat kun je daarvan maken. Dominicanes. De honden van de Heer. De waakhonden, hè. Die waken over de leer, dat de ketterij is, en die over dat licht overal de wereld brengen. Hè? Dus hier wordt hond gebruikt in de positieve zin, de waakhond, hè. Want een hond kan ook negatief gebruikt worden. Een hond die terugkeert naar zijn eigen braaksel. Dat wordt dan als beschouwd als iets slechts. Iemand die terugvalt die afvalt van het geloof, dat is slechts een hond die terug tot zijn braaksel. Want een hond kan zijn eigen braaksel opeten, die is toegestaan. Dat is dan slecht. Maar een hond, voor zover hij trouw is, wordt als een symbool genomen van de trouw. Lijkt de leeuw ook. De leeuw. De leeuw wordt toegeschreven aan Jezus, de leeuw van Juda, omdat hij sterk is en de koning van de dieren. Hè? Sterkte. En ook voor soms voor de duivel. Want de duivel gaat om als een briesende leeuw zoeken die hij kan verslinden. Dus je hebt symbolen. De maan. De maan is in één keer symbool van Maria, want het weerspiegelt de zon. De zon is een symbool van God en de maan weerspiegelt voor ons mensen het licht van de zon. S'nachts. En aan de andere kant wordt het als een duivel aanschouwd, want Pasen valt de eerste zondag na de eerste volle maan naar het begin van de lente. Als de volle maan is, als de maan begint te verminderen. En in dat verband wordt het maan als een duivel beschouwd. Satan, de grootste planeet van de nacht. Enfin, lijkt de grootste. En die gaat dan verminderen. Dus de maan moet verminderen als Christus komt. Want als Christus komt, gaat het dus een duivel verminderen. De mee valt Pasen juist na de eerste volle maan. De mee is een datum van Pasen, een verschiltijd van jaar tot jaar. Begrijp je? Ja? Want de Pasen valt altijd na het begin van de lente. Waarom? Omdat dan de dagen beginnen langer te worden dan de nachten. God begint het dus te halen op de duivel met de verlossing van Jezus. Begrijp je? Dat is ook symboliek. Dus Pasen moest vallen na het begin van de lente en ook na de eerste volle maan. Ja? De volle maan, de mee verschilt dat zo. Nu hebben we de late paas. Ik denk in april gaat het vallen, 16 april of zoiets. Dat is laat, hè?
Ja, denk van een volle maan. We hebben nu juist een volle maan gehad. We zitten nu in de volle maan. Enfin, we zitten nu een paar dagen na de volle maan. En inderdaad, de maandag, dat is elke maand. Dus het gaat nog een tijdje duren voor we een volgende maan hebben. En dan komt Pasen. Zo, dit gezegd zijnde. De Heilige Kerk is wat? Hier is een definitie. Hè? Is de zichtbare. Ja, dat heb je het al. Zichtbaar. Dan zeg je, ja, jullie zijn niet zichtbaar. De kerk moet zichtbaar zijn, daarom moeten we dus Franciscus wel aannemen, want anders is de zichtbaarheid van de kerk verdwenen. Is niet waar. Ben ik hier niet zichtbaar? Zijn die bisschoppen die, Monsignor Dolan is hier niet zichtbaar, Monsignor Morel is hier niet zichtbaar, zijn die geloven niet zichtbaar? Dat is toch, we zijn zichtbaar. We zijn klein geworden. Maar het is niet omdat je klein bent dat je onzichtbaar bent. Hè? Ik heb nog juist een bedelaar aan de deur gehad en die zegt. En ik zeg, of hij kwam te sprake, dan zei ik zeg, ja, ik heb ook niet veel zin, maar ik word ook niet betaald. Ah oh, ja, ik weet, zeg, want ik heb op televisie gezien. Met die hostie. Ik zeg, dat bij mij, hij heeft dat toch een televisie thuis. Dus ik ben zichtbaar als ze willen, hè. Ze weten dat ik hier ben. Hè. Maar het is eigenaardig, geen enkele mens in Aalst spreekt mij op de straat aan. Om te zeggen, ah, ik ken u, zo. Niemand. Maar er zijn veel mensen die mij moeten herkennen, want allez, zelfs zij herkennen mij. Dus de kerk is zichtbaar. De kerk is zichtbaar. Dat betekent dat we moeten getuigen. Hè. Zelfs in de catacomben was ze zichtbaar. Want er werd gesproken. Petrus en de bisschoppen en de priesters en de geloven, die spraken over hun geloof. Daarmee dat pakte het ganse keizerrijk christelijk geloven. Er wordt gesproken, er kwam getuigenis. En de maartier wil zeggen die getuigenis aflegt. De getuige. Maartier is de getuige. Die getuigt van zijn geloof tot in de dood. Spreekt, die zegt dat. Een afvallige zal zeggen, gelijk gebeurde spijt genoeg in Armenië. In Armenië werd in de 5e eeuw, wou de keizer van Perzië, wat dat hoorde bij Perzië, dat hoorde niet bij het Romeins keizerrijk. Het Romeins keizerrijk was dan uiteindelijk christelijk al. En die wou dus het christendom uitroeien. En dan zijn alle de edelen en de bisschoppen zijn naar hem, naar zijn paleis gekomen om te zeggen dat hij niet ging het christendom uit te leggen, maar hij hield ze gevangen. En ze mochten niet terug of ze moesten hun geloof afzweren. En dan zeggen ze, als wij het geloof afzweren, heeft het volk geen leiders meer, is kapot. Dus ze hebben dan om een goede reden een slecht ding gedaan. Ze hebben dan gezegd, we gaan nu doen alsof we afzweren, dan komen we terug en dan kunnen we de weerstand organiseren. Dat mag je niet, hè. Nee, dat mag je niet. Nou ja. Ze hebben het dan toch gedaan en ze hebben de weerstand georganiseerd. En ze hebben dus inderdaad, ze hebben dus heldhaftig, maar ze zijn ook door een verraad, er was een verrader bij. Want ze hadden eigenlijk allemaal... Ze zijn allemaal naar het keizerrijk willen gaan. Het Romeins keizerrijk. Ze willen gewoon de grens oversteken. Maar dat hebben ze dan. Er is een vrouw die dat tegenhield. Die was ondertussen apostaat geworden, maar die liet dat niet schijnen. En die heeft hen overhaald om toch te blijven. En zo zijn er heel veel dus afgeslacht geweest. Dus de Heilige Kerk is zichtbaar en bovennatuurlijke maatschappij. Welkom. Is zichtbaar, dus als ze zeggen, de kerk moet zichtbaar zijn, dus daarom moeten we Bergoglio erkennen, want anders hebben we geen zichtbare paus meer, geen zichtbare kerk. Ik zeg, ja, zelfs als er dus een ketting in Rome zit, en het is geen paus, dan blijft de kerk, dat gezonde deel blijft nog zichtbaar. Hè? Wie zoekt die vindt, hè? Als iemand naar het geloof zoekt, kan hij dat nog vinden. Trouwens, ik heb een website, ik ben zichtbaar, en zoveel priesters en bisschoppen die hetzelfde geloven, zijn altijd zichtbaar. Dus we zijn zichtbaar. Zichtbaar, alhoewel de zichtbaarheid nu verminderd is, ja, door de crisis. Ja. En bovennatuurlijke maatschappij. Bovennatuurlijke maatschappij, dat betekent niet dat ze niks natuurlijks heeft. Natuurlijk heeft ze iets natuurlijks, want ze bestaat uit mensen die een ziel en een lichaam hebben, de menselijke natuur. Maar dit is fundamenteel bovennatuurlijk, want de stichter is God, is bovennatuurlijk, is Jezus Christus. Haar doel is bovennatuurlijk, hè? Dat is de hemel. En haar middelen zijn bovennatuurlijk, dat zijn de sacramenten en de genade.
Dus als en de leden zijn ook ergens boven natuurlijk, want we hebben de staat van genade, dat is de bedoeling. Dat zijn al de gedoopten. Hè? Ja. Dus ze is hoofdzakelijk boven natuurlijk, maar ze heeft ook natuurlijke elementen. Natuurlijk. Want het is een maatschappij, dus we moeten elkaar zien, daarom moeten we samenkomen. Want we hebben lichamen, om samen te bidden moeten we samen zijn. We zijn geen geesten. Dit is het juist, het is zichtbaar. We zijn zichtbaar, dus we hebben ook een materieel aspect. En er zijn ook sociale wetten die werken. Sociale wetten. Alle wetmatigheden van de sociale psychologie, die werken ook bij de kerk, hè. Het effect van, ik zeg het dus, ja, dat er gezag moet zijn in de maatschappij. In iedere maatschappij moet er gezag zijn. Want anders is het geen maatschappij. Dan is een massa maar geen maatschappij. Maar het gezag zorgt ervoor dat dus al die willen concreet hier en nu naar dat bepaald doel worden gebracht. Want het doel is gekend, de middelen zijn gekend, maar hoe worden ze nu hier en nu toegepast? Daar beslist de autoriteit over. Als er geen autoriteit is, dan gaat dan iedereen wat hij wil. Dan is het natuurlijk geen maatschappij. Hè. Dan gaan alle kanten uit. Dus er moet een structuur zijn. Hè. En dat is bij iedere maatschappij zo. Dus ook bij de kerk. Dus de wetten die gelden voor een natuurlijke maatschappij. Er zijn twee natuurlijke maatschappijen: de familie en het volk, de natie. Hè. En die gaan verdwijnen in de eeuwigheid. Hè. In de hemel is er geen familie meer, is er geen huwelijk en ook geen naties meer. Die zijn voor hier, die gaan verdwijnen, maar die zijn hier nu wel aanwezig en zijn nu belangrijk. Hè. Familie en het land is belangrijk. Wel, die wetten die daarvoor gelden, en ook andere maatschappijen, want God heeft ons zo gemaakt dat wij van nature uit cultureel zijn. Het behoort bij onze natuur om cultureel te zijn. Dus we hebben ook culturele verenigingen. We hebben een vereniging, ik weet niet waar, van artiesten, met beroepsverenigingen. De gilden in de middeleeuwen, dat was heel belangrijk, hè, de gilden. Dat degenen hetzelfde beroep hadden, de beroepsbelangen. Dat alle beenhouwers, met Jan Breydel als het hoofd van de gilden in Brugge. Hè. En weet je, Pieter de Koning, dat was de deken van de wevers. Maar dat waren beroepsverenigingen en dat is heel interessant, want die wevers hadden hun belangen bijvoorbeeld, dat dus de staat zorgde dat ze handel hadden met wol, dat de wol binnenkwam, dat ze goede relaties onderhielden met Engeland bijvoorbeeld, die de wol leverde. En daarom hebben ze altijd geprobeerd een goede relatie te hebben met Engeland. En dan als bijvoorbeeld, dus die weverhilde, die maakte druk, die oefende druk uit op de regering. Op de leiders, op de politieke leiders, om goede relaties te onderhouden met Engeland, omdat in hun weversberoep goed zou kunnen verlopen. Begrijp je dat? In hun belangen, begrijp je? Dat is normaal, hè? En je hebt ook culturele verenigingen, mensen die muziek willen organiseren, opera, ik weet niet wat. Je hebt verenigingen van sport, ontspanning, alle soorten verenigingen. Schietverenigingen, wie zijn nu in? De mensen hebben schrik gekregen van Nederland, dus ze gaan ze verenigen in een schietvereniging. Ik weet niet wat erop schiet. Ja, dus er zijn dus, en wel, de fundamentele wetten die gelden voor de natuurlijke maatschappij, die gelden ook voor de kerk. Maar de kerk is fundamenteel in eerste plaats bovennatuurlijk. Daarom zit de catechisme dat het een bovennatuurlijke maatschappij is. Omdat de stichter, het hoofd, het doel, de middelen en zelfs de leden zijn allemaal bovennatuurlijk. Dus de kerk is een zichtbare en bovennatuurlijke maatschappij van de gelovigen. Dus wie hoort daarbij? De gelovigen. Dus het geloof is fundamenteel. Het geloof is fundamenteel, ziet je? Het geloof is fundamenteel. En daarmee zie je dat een ketter niet tot de kerk kan behoren. Want je moet gelovig zijn. Je moet dus geloven, wat? Ja, niet gelovigen, het is in de wat geloven natuurlijk. Hè? Want we gaan nog zien wie zijn leden van de kerk, dat is de tweede vraag, die de leden van Christus beleiden natuurlijk, niet die van Boeddha, hè? Die zijn ook gelovig, maar die geloven verkeerd. Dus een maatschappij van de gelovigen, dus hetgeen dat uw lidmaatschap maakt, dat is uw geloof. Dat is hetgeen dat fundamenteel in u maakt dat gij tot de kerk behoort.
Jij behoort tot dit land als je hier geboren bent en je hebt je nationaliteit, je hebt je paspoort, je hebt je identiteitskaart van Belg of van Vlaming. Enfin, Belg is nu sterk genoeg. Dus van Belg. Wel, dus als jij die identiteitskaart hebt, dan behoort jij tot dit land. En wel, die identiteitskaart van de kerk, dat is uw geloof. Uw geloof dat uitgedrukt wordt doordat je ook doet wat je gelooft. Namelijk, laat u dopen. Hè? U doopt ze. Maar het eerste wat de kerk vraagt als je gedoopt wordt, is: wat vraagt je aan de kerk? Wat zoekt je? Dan moet je antwoorden: het geloof. Ja, ziet je? Dus het eerste wat Jezus zei ook als hij op aarde kwam, is: gelooft. Het koninkrijk der hemel is nabij. Dan moet je geloven dat hij de Messias was. En dan geloven wat hij zegt. Ja. Dus al die openbaringen, bijvoorbeeld, hij ging de wet volmaken, de evangelische wet heeft hij toegevoegd aan de wet van Mozes. Hè. De oude zeggen, ogen mocht tand om tand, ik zeg, wie zijn vijand haat, je moet hem beminnen als jezelf. Niet in zijn zonde, maar als iemand die bekeerd daarin enzovoort. Hè. Met de ganse uitleg van de kerk daarvoor. Dus de gelovigen. En dan die door Jezus Christus werd gesticht. Dus ze moet teruggaan tot Jezus Christus. En niet tot Luther, niet tot ik weet niet waar. Maar als er een andere stichter is, hè, de Mormonen die gaat terug tot ik weet niet waar, tot een zekere Smit, als ik me niet vergis. Meneer Smit. Ja, nee, tot Jezus Christus. Dat er een ononderbroken lijn is van Jezus Christus, natuurlijk en zijn apostelen. Hè. Want Jezus Christus heeft niet. Dus al wat Jezus Christus gezegd heeft, staat niet in de Evangelie. Maar dat komt ook door ons, tot ons door de apostelen. Er zijn ook weet niet wat brieven, zelfs in de Heilige Schrift. Daarom spreken we van Jezus Christus en de apostelen. Werd gesticht. Dus we hebben het over de kerk in strikte zin van het woord. Want als je de brede zin van het woord neemt. Bijvoorbeeld zoals Rohrbacher zegt, hè, de kerk dat is de familie van God. Dat begint met de heilige engelen. Vooral wat de familie van God is. Al diegenen die uiteindelijk in de hemel zullen komen. Dus Adam en Eva, dat was al de kerk van God, als ze tenminste zich bekeerd hadden nadien. Voor hun zonde en na hun bekering. Want ze hebben hun leven lang boete gedaan. Ze hebben 900 jaar geleefd, dus ze hadden wel tijd om boete te doen. Dus dat wordt ook in brede zin van het woord, is dat ook de kerk. Dat wil zeggen de familie van God, het gezin van God, al diegenen die met God zijn, de kinderen van God, de zonen van God, degenen die met God zijn, die in staat van genade zijn uiteindelijk. Maar in de strikte zin van het woord is het die kerk die door Jezus Christus gesticht is, dus die vanaf Jezus Christus, vanaf het jaar 33, heeft ze gaandeweg gesticht. Hè? Gaandeweg heeft hij 3 jaar over gedaan. Want deze roept hij zijn apostelen tezamen. Daarna gaat hij het water van het doopsel heiligen door gedoopt te worden. Dat is in het begin, dat is in het jaar 30. Dus vanaf het feit dat hij de apostel gaat roepen, het water heiligt door zijn doopsel, tot aan Pinksteren, waarin de kerk uiteindelijk volwassen wordt en de volheid verkrijgt, tussen dus zijn doopsel en Pinksteren heeft hij de kerk geleidelijk aan samengesteld. Bijvoorbeeld de biechten heeft hij samengesteld na zijn verrijzenis. Voor zijn dood heeft hij de Eucharistie nog ingesteld, de Heilige Mis. Weet je? Hij heeft alles gaandeweg ingesteld. En dan, dus uiteindelijk is de kerk helemaal, de stichting is af met Pinksteren. Je moet altijd het doel zeggen van de maatschappij, want anders, de doeloorzaak is de belangrijkste oorzaak. Waarvoor dient ze? Om zijn werk van verlossing en zaligmaking onder de mensen voort te zetten. Dus Jezus is op aarde gekomen om ons te verlossen en zalig te maken. Verlossen is negatief, zalig maken is positief. Verlossen wil zeggen van de zonde afbrengen, zalig maken is ons in de hemel brengen. Dus hij brengt ons niet alleen van de zonde af, want dan hebben we ook in het paradijs kunnen blijven zitten, steken. Hè? Maar hij brengt ons ook naar de hemel, naar een bovennatuurlijk geluk met God natuurlijk. Dus twee dingen doet hij uiteindelijk. Het is niet alleen. Hij haalt ons uit het oneindige negatieve en hij brengt ons naar het oneindig positieve.
Verlossing en zaligmaking, dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen, twee verschillende aspecten van dezelfde werk, redemptie. Hij is mens geworden om ons te verlossen en zalig te maken. Dus het doel van de kerk is de hemel. En dat is ook het doel van ieder mens, waarom hij bestaat. Waartoe zijn we hier op aarde? En wel God kennen, te beminnen en te dienen en zo hem eeuwig te genieten in de hemel. Dus uiteindelijk moet iedereen tot die kerk behoren. Want je gaat dus door die kerk. Want het is door Jezus Christus dat je dat krijgt. Dus die kerk, iedereen moet naar die kerk. Iedereen. Want iedereen, dat is waarvoor je hier op aarde bent. En als je dat doel niet bereikt, zijt je geweest, zijt je, is het verloren, is het bedorven, is het, heb je je leven mislukt, zijt je. Het is in de hel uiteindelijk. Verlossingen en voor te zetten. En daarin ziet je de goedheid van God. Want Jezus had het op aarde kunnen blijven. Hè? En dan zelf alles kunnen, de verlossing voor voortzetten en voor kunnen organiseren. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft dat niet gedaan. Hij heeft uit goedheid willen mededelen. Voilà. Dat was ook de schepping heeft medegedeeld aan het huwelijk. Deelt hij de schepping mee, hè? Mensen voortbrengen. Het belangrijkste deel van de schepping is de mens. Zelfs aan de dieren deelt hij ermee, want die moet ook kindjes maken. Dus hij heeft niet alles willen scheppen, hij deelt dat mee. Hij laat anderen ook daaraan meewerken. Dus hij laat hem, en dat is uit goedheid. Dus laat deel hebben aan een mooi werk. Dus uit goedheid doet hij dat. En dan moeten wij het ook goed doen, hè? Want dan doen we dat goed uit. Hè? Maar we doen het niet goed. Want als Jezus Christus op aarde geweest was, die pauskwestie niet geweest. Hè? Dan was hij de paus geweest. Hè? Dan was die pauskwestie niet geweest. Zie wat een knoeier zouden zijn. Hè? Ons lieve Heer die geeft ons een prachtig geschenk en het vertrouwt ons toe. En kijk wat we ermee aanvangen. Hè? Want we zoeken naar mijn ik. Hè? In de middeleeuwen was het een paus worden wat met macht, glorie en dingen van alles. Bisschoppen ook. Hè? Dat is dan niet allemaal natuurlijk. Niet allemaal. En de eerste keer waren het heilige pausen, want ik zie het al. Paus worden was bijna een abonnement op een maplaatschap, hè? Want je werd gezocht. Hè? Gewoon tot nummer 1. Als je paus werd, hè? Door de Romeinse vervolgers. Zo, ik herhaal het. Dus dat is een mooie definitie. Je ziet hoe rijk dat is. Dat is een kort zinnetje. Maar wat een rijkdom dat erin zit. Dat is typisch voor de catechismus. Dat is echt samengevat, dat is compact. Dat is voor het geheugen, dat is een geheugencatechismus. Maar er moet uitleg bij zijn. Hè? De Heilige Kerk is de zichtbare en bovennatuurlijke maatschappij van de gelovigen die door Jezus Christus werd gesticht om zijn werk van verlossing en zaligmaking onder de mensen voor te zetten. Dat is de definitie. Onder de mensen. Hè? Alle mensen. Alle mensen. De mensen, alle mensen. Dus niemand wordt uitgesloten. Want iedereen is door God geschapen, dus iedereen is ook voor de onderstand. Als het voor een bepaalde categorie van mensen is, dan is het al niet de ware kerk. Dat kan niet. Als het alleen maar voor de Russen is, de orthodoxe kerk voor de Russen, of het is, ik weet niet wat, alleen voor de intellectuelen, of het is alleen maar voor, ik weet niet wat, voor de zwarten, maar dan zitten te springen en te dansen zo, en tamtam te spelen, het is alleen maar voor de zwarten, ja. Dan is het niet werkelijk de katholieke, wil zeggen universele kerk. De ware kerk is universeel. Voor iedereen. In de goede zin van het woord universeel. Maar dat wordt niet misbruikt, want de duivel moet ook universeel van alles gaan doen. Hè. Hij wil juist kerk imiteert, is een aap. Hè. Hij wil een internationale organisatie, een wereldregering. Alleen de kerk kan dat zijn. En dat kan nooit. Want voor een goede regering te hebben, moet de het hoofd nog ieder lid kunnen kennen persoon. En dat kan nog niet heel veel. Maar met de kerk kan dat, want Jezus Christus kent ieder van ons. Dus alleen de kerk is in staat om een internationale maatschappij te zijn die goed functioneert. Maar nu is ze geïnfiltreerd, dat is het probleem. Dus nu gaan ze dat een beetje uit elkaar rafelen. Het belangrijkste heb ik al gezegd, maar we gaan het een keer uit elkaar rafelen. Dus de volgende vraag rafelen dan al uit elkaar. Wie zijn leden van de Heilige Kerk? Wel, ik heb het al, dus je hebt het al uit de definitie kunnen halen, dus de gedoopten, hè? Dat zijn de gelovigen.
En Jezus zegt, gelooft en laat u dopen. Maar als je in Jezus gelooft dat hij God is, moet je ook luisteren wat hij zegt, dat is juist het geloof. Hè? Wat moet je geloven? En wel dat hij God is. En als je gelooft dat hij God is, dan is het hek van de dam. Want dan gelooft je ook al wat hij gezegd heeft en gaat je ook allemaal doen wat hij gezegd heeft. Dan gaat je ook de middelen gebruiken die hij gegeven heeft. Dus dat is het punt, het geloof. Dat Jezus God is. Want dat de rest komt eruit voort. En daarom zegt Johannes, daaraan kunt je weten of dat een geest van God is of van een antichrist, dat deze geest of deze mens of die openbaring of die waarschijnlijk, ik weet niet wat het is, hè, dat die beleidt dat God mens geworden is. Dat is het criterium. Dat staat in het evangelie van Johannes. Hè. Daaraan kunt je zien dat de geest van God is, dat hij, of in een van zijn brieven, beter gezegd. Want hij heeft drie brieven geschreven door Johannes. Plus nog de Apocalypse heeft hij ook geschreven. Die brief van Heilige Johannes. In een van zijn brieven zegt hij, daaraan kunt je de geest van de antichrist onderscheiden van de geest van God, namelijk dat de geest van God beleidt dat God in het vlees gekomen is, mens geworden is. Een antichrist die verwerpt dat. Die wil dat niet. Want dat is ook wat Jezus kwam zeggen. Hè? Geloof, waarom moet je geloven? Waarom deed hij mirakelen? Om te tonen dat hij God was. En eens dat hij God is, ja, dan is het minst iedere komma, bij wijze van spreken, iedere silaap, ieder woord, ieder jota, dat wat hij zegt, is dat wordt dan heel belangrijk. Dan moet je ze luisteren, oei, het is God die spreekt, dus dat is niet zomaar... missen is menselijk. En van mensen word je soms misselijk. Maar niet van onze lieve Heer, hè. Van onze lieve Heer moet je dus goed luisteren wat hij zegt. En dat geloven, want hij is waarheid. En dat doen, want hij is goed. En drank de eeuwigheid vanaf. Dan wordt het heel belangrijk. Dan wordt het missen wat hij gezegd is heel belangrijk. En dat is juist wat ik aan het ook keer proberen aan te tasten, namelijk het geloof in de Godheid. Schillebeks en zo, die geloven niet meer dat Jezus God was. Natuurlijk heeft God geen zoon, dat dachten wel. Ja. Zit er tegen maakt hij wereldkundig. Hè? Dus een ketter. Dat wil zeggen, iemand die een geloofswaarheid, een gedoopt die geloofswaarheid is verwerkt. Dus de leden van de kerk zijn alle gedoopten. Waarom zijn ze gedoopt? Ja, omdat ze als Jezus geloven. Hè. Waarom hebben ze gedoopt? Want als je hem gelooft, moet je ook doen wat. Want als je gelooft en niet doet, zet je des duivels, zegt Jacobus. Dat is geloof van een duivel. Want een duivel ziet God niet, hè? Maar hij weet wel dat hij bestaat, dus hij gelooft dat God bestaat. Dus een duivel gelooft ook, hè? Maar hij doet niet wat hij zegt. Dus als jij gelooft, maar je doet niet, dan heb je het geloof van een duivel, letterlijk. He? Dan maak je je beeld kapot van de wereldigheid in je. Want er zijn drie personen waar je naar geschapen bent. De Vader, Zoon en Heilige Geest. Als je maar, alleen maar gelooft, dan aanvaard je wel het beeld van de Zoon, want je gelooft hem. Maar je maakt het beeld van de Heilige Geest kapot. Je doet niets. En de Zoon ademt altijd de Heilige Geest. En als je dat verhindert, ja, dan maak je het beeld kapot. Als jij niet doet wat God verlangt, en je daarmee verenigt met de Heilige Geest, hè, dat is de wil van God, dat is de liefde van God. Hij die mij bemint, doet wat omdat mij geboden. Hè. Dus dat is de liefde, onze liefde tot God is, doe wat hij van ons verlangt. Als wij wel geloven, maar we handelen niet, dan maken we het beeld van de Heilige Geest kapot. In ons. Ziet je? Want we doen niets. En dat is het geloof van een duivel. Want die gelooft ook, maar hij doet niet wat God van hem. Ziet je? Dus alle gedoopten, dus een gedoopt is automatisch een gelovige die doet wat Jezus gevraagd heeft. Namelijk, laat u dopen. Deze wat Jezus zegt, gelooft en daarna omgaat mijn geboden. En laat u dopen. Jezus zegt aan de apostelen, ga het onderwijs alle volken. Leer ze onderhouden, doop ze. Dus als je gedoopt bent, ja. En of je dan met meer dan de mensen die gedoopt worden, maar gedoopt door een ouders. Door wie? Gedoopt door wie? Door een ouders die daar beslissen. Die worden gedoopt door een ouders? Nee, die beslissen over de kinderen. Ah ja. Wat doet je dan, een goede vraag, wat doet je dan met het geval van het huidige geval, dat de meeste mensen gedoopt worden,
omdat hun ouders erover beslissen. Ah, dat is fantastisch, hè? Dat is dat die ouders zo gehoorzaam zijn aan Jezus, dat ze niet alleen zichzelf laten doen, maar ook hun kinderen. Ja. En dan jij zegt, ja, maar ik heb dat niet, ik heb dat niet gewild. Enfin, ik heb dat niet, ja, ik heb dat niet, ik heb dat niet ja tegen gezegd. Oh, ja, maar daarvoor dient juist uw plechtige communie. Wat is uw plechtige communie? Dat je juist tot de jaren van verstand gekomen bent en uw catechismus kent, want dan weet je wat dat geloof is, en dat je dan publiekelijk ja zegt. Dat is de plechtige communie. Dat je dus bevestigt dat je dat goed vindt, dat je dus gedoopt bent geweest en dat je dus achter die godsdienst staat, dat je ervoor gaat. Voilà. Natuurlijk moet je op een gegeven moment ja zeggen. Maar dat is geen probleem, hè, die kinderen dopen. Integendeel, dat toont juist de zorg van de ouders om dat kind te dopen. Want ze willen daarnaast naar zichzelf, dat kind naar zichzelf. Dus wat ze zichzelf toe wensen, de doop, wensen ook het kind toe. Hè. Moet u met het doopsel dat tegenwoordig niet meer gezien wordt als een afwassing van erfzonde? Ah ja, het doopsel dat niet meer gezien wordt als een afwassing van erfzonde. Wel, als er dus een intentie is die tegen de intentie is van die je moet hebben voor te dopen, wordt doopsel ongeldig. Ah ja, dan wordt doopsel ongeldig. Als er tegenwoordig gedoopt wordt alleen maar om u te initiëren in de kerk, en niet om de zonde af te wassen, want de zonde die bestaat uiteindelijk niet meer. Ja. Of als ze bestaat, is niet erg, iedereen gaat toch naar de hemel. In ieder geval, de erfzonde bestaat niet. Waarom bestaat de erfzonde? Of die stelt niks meer voor. We willen met die pauselijke theologische commissie, hè, in 2006, met handtekening van Ratzinger, hè, Benedictus XVI, heeft bestatigd en heeft verklaard voor de ganse wereld dat de kindjes die sterven voor het doopsel en zonder de jaren van uw verstand, zonder het gebruik van uw verstand, dat ze dus toch naar de hemel gaan. Maar ze hebben geen enkel doopsel. Want je hebt ze zijn niet gedoopt geweest, dus ze hebben geen sacramenteel doopsel. Ze hebben ook geen doopsel van begeerte, want ze hebben de jaren van verstand niet. En ze hebben ook niet de doopsel van bloed, want ze zijn niet als matelaar gestorven. Dus er zijn maar drie doopsels. Ze hebben geen enkel doopsel. En Jezus zegt duidelijk in de Heilige Schrift, als je niet gedoopt wordt, kun je tegenrijk de hemel niet binnengaan. En dan gaat die commissie zeggen dat ze wel in de hemel zitten. Dus dat is praktisch ketters, hè? Want dan gaat de Heer in de Heilige Schrift zitten. Maar dat betekent dat de erfzonde niks meer voorstelt. Want de erfzonde is natuurlijk ook een doodzonde, hè? Die dus de toegang van de hemel verhindert. Ook al is ze collectief, al is ze niet individueel. En als je dan toch naar de hemel gaat, dat betekent dat de erfzonde niks meer voorstelt. Dat is uiteindelijk geen doodzonde. Dat is iets dat de hemel niet verhindert. Dus terwijl de bedoeling van het doopsel is toch te doen wat de kerk, dat wil zeggen het dopen, afwissen, onderdompelen, één worden met. Dus de onderdompeling, zowel als. Er zijn twee symbolieken in het doopsel. Waarvan wij de ene blijven behouden, want de andere wordt heel gecompliceerd. Namelijk, de onderdompeling betekent, je bent in de aarde met Jezus. Maar je kunt er niet moeilijk in de graf gaan stoppen, dus onder het water is ook al goed. Hè? En dan kom je eruit, je verrijst met Jezus. En het water tegelijkertijd wast je af. Je zegt gewassen, normaal dient water om je te wassen. En de erfzonde is eraf. Want je bent gestorven met Jezus in de zonde en je verrijst in de staat van genade. De zonde wordt afgewassen. En je krijgt het recht op de hemel enzovoort. Wel, we hebben die onderdompeling hebben we laten varen, want er zijn mensen die, dat wordt een beetje omslachtig. Je moet daar een half zwembad in de kapel hebben staan. Als er een volwassen gedoopt, moet je eigenlijk een zwembad hebben, een zwembadje hebben. Hè? Dat is omslachtig. Bij de vrouwen plakken de kleren aan het lijf, bij de mannen ook. En dan zie je die vormen, dat is dat allemaal niet. Dan moet wel van alles gaan. Daarmee werden de diaconessen aangesteld. De Heilige Schrift spreekt van diaconessen in de traditie. Maar dat zijn dus geen vrouwen die de wijding van diaken hebben gekregen. Maar dat was diaken moet in het Grieks zeggen een soort dienaar, iemand die ten dienste staat. Hè. Wel, dat waren vrouwen die de vrouwen hielpen om zich aan en uit te kleden enzovoort, omdat dat nogal een kies geval was met de doopsel. Begrijp je? Dus je moest. Enfin, om al die dingen, om de omslachtigheid te laten varen enzovoort.
En er zijn mensen die nog watervrees hebben ook, ik weet niet waar, er zijn mensen die niet in het water durven. Hè. Ik ken mensen die niet in het water durven zitten, zelfs geen voet in het water durven zetten. Hè. Die durven niet durven zwemmen, hè. Die durven niet zwemmen. Hè. En gaat die onderdompelen, dan moet je eerst een spuitje geven of zo. Verdoven of zo, ik weet niet waar dat je moet doen. Maar ja, dat is ook ambetant dat je ze verdoofd moet gaan dopen. Ik weet niet hoe dat gaat. Enfin, er zijn mensen die watervrees hebben enzovoort. Enfin, om al die dingen tegen, om al die dingen dus te. De kerk heeft besloten om alleen maar het tweede gedeelte van de symboliek, dat voldoende is, te behouden, namelijk het afwassen. Dus het water was af. Maar je moet wel de bedoeling hebben om af te wassen. Wat was je af? De zonde. Maar als er geen zonde meer is, wat was je dan? Wat doet je dan? En je moet de intentie hebben om een geldige sacrament te hebben. De juiste intentie. Want anders is sacrament ongeldig. De intentie behoort altijd, de juiste intentie van degene die geeft en ontvangt, behoort altijd bij de geldigheid van sacrament. Ja? Ik heb je vorige keer het voorbeeld gegeven al, van het doopsel van Clovis bijvoorbeeld. Hè? Als dat doopsel van Clovis wordt uitgebeeld in een theater, of in een film, en die een acteur, die een filmacteur, dat is een. Die speelt een toneelspeler. Dat is een heiden. En wel, die wordt gedoopt, hè, in die film, hè, of in het theater. Hè. Die wordt dan, Clovis werd toch ondergedompeld door de heilige Remigius. Hè. Dus die man die wordt onder het water gedompeld. En er wordt gezegd: ik doop in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dus de juiste woorden worden gebruikt. Is die mens dan gedoopt? Ah nee, want gaat die intentie niet om te dopen, gaat de intentie om toneel te spelen of een film te spelen? De mensen die niet gedoopt zijn. Ja, begrijp je? Wel, als nu die theologische commissie voor de ganse wereld, want het heeft in de kranten gestaan, en er stonden stupide dingen in de kranten. Je zit vanavond in het Vrucht. Hè? In het Antwerpen stond erin: paus, trouwens, het is geen paus, het is een ketter. Paus schaft het vagevuur af, stond in de krant. Het gaat niet over het vagevuur, het gaat over het voorgeboorte van de kinderen. Maar die kinderen die dus zonder doopsel sterven, die gaan het voorgeboorte van de kinderen. En de paus kan geen voorgeboorte afschaffen. Zoals hij de hemel niet kan afschaffen, of de schepping niet kan afschaffen, of de verlossing niet kan afschaffen. Zover gaat zijn macht niet. Hè. Het is ook met een mens. Dat heeft hij wel gemacht gekregen. Eerst gekregen de macht om te binden en te ontbinden, maar niet zomaar het is eender wat. Hè. Ik zie hier een vraag. Mag men zonder het te weten van de ouders die ongelovig zijn een kindje dopen, eventueel met gewoon water als je geen water bij hebt in nood? Ah ja, in nood. In nood mag je moet iedereen dopen. Als het kind op sterven ligt, maar anders niet. Hè. Want je mag alleen maar dopen als er een kans is, een grote kans, een waarschijnlijkheid is dat het kind katholiek wordt opgevoed. Want anders doop je voor de hel. Mag niet, hè? Dus je moet dopen voor de hemel. Dus je moet alleen maar het kind dopen als er kans is, dus als het ongelooflijk al is, mag je niet dopen. Je moet wachten tot het verstand heeft, of veel als het op sterven ligt. Dus het is een heel mooi beroep. Katholieke verpleegster te zijn in de kinderafdeling, in een ziekenhuis. Maar dan kun je s'nachts of ik weet niet wanneer gaan. Hè? En dan dus stiekem die kinderen die op sterven liggen dopen. Te zeggen of dat nu Joden zijn of moslimmen of dingen, dan moet je allemaal dopen. Daar heb je het recht om te dopen. Ja. En als ze dan sterven, zijn het allemaal engelen in de hemel. Tussen haakjes. Goed. Dus inderdaad, de intentie behoort bij de geldigheid van alle sacramenten, dus ook bij het doopsel. En als die theologische commissie in 2007 gezegd heeft voor de ganse wereld en de ganse kerk, en er is heel weinig reactie op gekomen, dat betekent dat ze voordien ook die mentaliteit al hadden. Dat die kinderen naar de hemel gaan, wat zeer te erfzonde uiteindelijk niks voorstelt, dan wordt er geen zonde meer afgewassen. Hè? Want die kindjes die kunnen persoonlijk niet zondigen, en de erfzonde, dat is ook niks. Dus dan wordt er geen zonde meer afgewassen. Dus heb je de bedoeling niet meer bij het doopsel om de zonden af te wassen? Wat doet je dan? Wel, dat staat op de website bijvoorbeeld van de Franse kerk. Het doopsel is een initiatie in de kerk. Dan komt je in contact met waterlucht, aarde en macht. Dan beginnen ze van alles te fantaseren over de vier elementen. Lijkt op niks, hè. Dat is de praktischheid, dat is de grootste van Piet Agoras.
Pythagoras. Dat is al die Griekse dingen van de vier elementen. Natuurlijk zijn de vier elementen nog op zijn schaap, maar dat is natuur, dat is die bovennatuur. De kerk is een bovennatuurlijke maatschappij. Hè? En dan steken ze de paaskaars aan, dat is het vuur, dat is het water, dat is het water. En dan een doopvont, dat is steen, dat is dan de dingen. En dan de lucht, die doen ze trillen met hun gezangen dan. Dat zijn dan deze vier elementen waar het kind mee in... ik weet niet wat ze allemaal uithalen. In ieder geval op de Franse website, daar vinden ze van alles uit, behalve dus geen waar het eigenlijk over gaat. Dus de Franse website staat dat de doopsel een initiatie is in de kerk. Ook al staat in de KKK. Hè? Van, wanneer was die, is dat gebracht? Is het een tijd of zoiets? De KKK. Hè? De catechisme van de katholieke kerk. Van de postconciliaire. Daar staat nog in dat de doopsel de zonde afwist. Ook de oerzonde. Dan spreken ze niet van de erfzonde, maar van de oerzonde. Ze moeten altijd iets veranderen. Dus in ieder geval, dat brengt een twijfel over alle doopsels die sinds 2007 gedaan worden in de postconciliaire kerk. Dat is een feit. Ah ja. Ja, dat brengt een twijfel over alles. Want officieel vanuit Rome is het dus zo, want dat is ondertekend door de zogezegde paus. Dus dat is de officiële stelling van de Franse kerk. Dus moet je eigenlijk ervan uitgaan dat iedereen die gedoopt wordt, nu ongeldig gedoopt wordt eigenlijk. Daar moet je van uitgaan. Natuurlijk uitzonderingen. Natuurlijk als je priester zegt, ja, maar nee, ik geloof nog niet klaar, ik wil de uitzondering afpassen en zo. Ja. Dus het wordt gecompliceerd, hè? Ja, inderdaad. Dus ik kom hier terug tot die vraag. Zijn leden van de Heilige Kerk alle gedoopten? Ja, inderdaad. Hè? Dus als er nu een twijfel is sinds 2007, dan behoren ze zelfs niet meer, zelfs de kleine kindjes niet meer die gedoopt worden, die behoren praktisch niet meer tot de kerk. Dat is erg, hè? Een duivel doet wel goed zijn werk, hè? Spijtig genoeg. We zouden beter ons werk goed doen, hè, dan hij, hè? Alle gedoopten die de lering, ziet je, onmiddellijk wordt over de lering gesproken. Dus het is dus de ketterij, je ziet dat de ketterij meteen, als je ketterij hebt, dan aanvaardt de lering niet, dan zit je er buiten. Hè. Dus alle gedoopten die de lering, dus de leer, de doctrine, de leer, van Jezus Christus, hè, niet van iemand anders, hè, van Jezus Christus belijden, dus niet alleen geloven, maar beleiden. Je moet het zeggen. Je moet het zeggen. En dan kan de kerk zeggen, ja, die zegt het dus, ik registreer die als lid van de kerk. Maar de kerk is zichtbaar. Dus je moet het zeggen. Het moet zeggen waarneembaar. Hè? In dit geval hoorbaar of zichtbaar. Beleiden, daarom wordt een doopritus, dus voortdurend wordt een geloofbeleidens afgelegd worden. Ik verzaak aan een duivel en ik geloof in God, de Almachtige Vader, het credo. Voortdurend moet je het credo herhalen. Bij een volwassenendoop wordt er heel veel van een klein kindje praktisch niet. Hè, want dat is een doop te beter de meter en de ouders zeggen dat één keer voor het kind. Maar omdat dat kind zijn verstand niet heeft, is bij de kinderdoop is er maar één keer een geloofsbelijdenis. Maar bij een volwassenendoop verschillende keren. Dat hij het onze vader moet zeggen en de credo moet opzeggen. Verschillende keren. Dus de kerk insisteert, hè, dringt aan. Hè. Die de lering van Jezus Christus belijden en het gezag der wettige herders van de kerk herkennen. Voilà. Het wettig gezag. Het wettig gezag van de kerk. Als je door een ketterij buiten de kerk staat, is dat het wettig gezag niet meer. Het wettig gezag, dat zijn degene, de echte herders. Wanneer zijn je echte herders? Als je dus geldig gewijd bent en geen ketter bent. Dan zijn je wettige herder. De middel ik die bischoppen, ik zei in het begin zei ik, ik op zoek ben naar bisschoppen die aan twee criteria voldoen, of eigenlijk aan drie. Ze zijn echt bisschop, dat wil zeggen geldig gewijd, en ze zijn ook geen enquête, want anders liggen ze eruit. En dan zorgen ze ook voor het algemeen belang. Hè. Ze gaan niet, zoals die ene daar, die een Mons Ricardo, dat is volgens mij geen enquête. Natuurlijk is hij gewijd geweest in Palma de Troia. En
schijnt dat ze al heel vlug hebben zitten knoeien met die wijdingsformulieren. Maar stel je voor dat die gelden gewijd is toevallig. Want ze zijn toch gewijd geweest van Monsignor Tuck. Gomez is, Domingo Gomez is toch gewijd geweest door Monsignor Tuck, die zijn gelden gewijd. Wel, die woont in een paleisje. Want die doet aan drugshandel. Ja. Dus dat is dan, stel je voor dat die gelden gewijd en geen ketter is, maar ja, dan is er ook nog kosten aan. Hè. Dus die neemt geen zorg voor het algemeen belang. Die moet zich bekeren. Die moet zich bekeren. Dat is wel een bisschop, maar die moet zich bekeren. Een zondaar. Een grote zondaar. Maar de zonde, je kunt als zondaar nog steeds lid zijn van de kerk. Begrijp je? Het is niet omdat je zonde gedaan hebt, dat je dan plots niet meer in van de kerk bent. Een dode tak aan een boom, en je moet gaan biechten zo vlug mogelijk, en je moet je bekeren, maar je bent nog steeds lid van de kerk. Begrijp je? Maar door de ketterij niet meer. Hè? Alle gedoopten die de lering van Jezus Christus belijden, dus moet zichtbaar zijn, en het gezag der wettige herders van de kerk erkennen. En wie is die kerk? En wel ja, dat is juist de vergadering, de maatschappij van de gelovigen. Die de leden van Christus geloven, die gedoopt zijn. Dus het is een vraag die elkaar wederzijds aanvullen, hè? De eerste vraag en de tweede vraag. Wat is de kerk? Dat zijn alle gelovigen die gedoopt zijn. En wie zijn leden van de kerk? Wel, alle gedoopten, hè, die de leden van Christus belijden. En dan is de logische volgende vraag: wie zijn geen leden van de Heilige Kerk? Oh ja. Dus diegenen die niet aan de definitie voldoen, hè? De heidenen, dat wil zeggen omdat ze niet gedoopt zijn. Hè? Ze zijn niet gedoopt. Een heiden is niet gedoopt. En een heiden gelooft ook niet. Want als je niet gedoopt bent, maar je gelooft wel, ben je catechumeen. En die heeft eigenlijk al het doopsel. Een volwassene die wordt eigenlijk 2 keer gedoopt. Als het goed is. Die heeft eerst het doopsel van begeerte en daarna het sacramenteel doopsel. Want een catechumeen die sterft, die kan het doopsel van begeerte hebben. Hè? Die heeft normaal, dat wil zeggen, die wil doen al wat Jezus vraagt en die, als hij sterft, want dan heeft hij al gedaan wat hij kon, dus die heeft het doopsel van begeerte. Die begeerde gedoopt te worden, die heeft het doopsel van begeerte. Dat doopsel van begeerte geeft niet het onuitputbaar merkteken, maar het geeft wel de staat van genade, reeds. Maar dat houdt een acte van liefde in. En liefde vernietigt de haat. Want 2 tegengestelden kunnen niet tegelijkertijd in hetzelfde subject bestaan, in hetzelfde opzicht. Dus haat en liefde zijn tegenovergestelde. Dus de haat vernietigt de staat van de liefde. Dus de doodzonde vernietigt de staat van genade. En een acte van liefde vernietigt de haat, dus de doodzonde, en geeft dus steeds de staat van genade. Maar je moet wel gaan biechten. Je moet nog wel nog laten doken of gaan biechten. Hè, omdat dat je dan de bevestiging van de kerk daarover krijgt, natuurlijk. Dus de heidenen, dat zijn degenen die niet geloven en niet gedoopt zijn. En de ongedoopten. Ongedoopten. De heidenen en ongedoopten. Ja, en de catechumeen, die gelooft wel, maar die is ongedoopt. Wel, die behoort niet tot het lichaam van de kerk, maar wel tot de ziel van de kerk. Hij behoort tot de ziel van de kerk als hij het doopsel van begeerte heeft. Maar hij behoort niet tot het lichaam van de kerk, tot de kerk die zichtbaar is. De kerk moet zichtbaar zijn. De mens zegt hier de ongedoopte, zegt de catechisme de ongedoopte, want die is niet zichtbaar, die is niet geschreven in een doopakte. De ketters, ja? Want dat de gemeente zelf dan openbaar was, En maar natuurlijk openbaart zichzelf, want hij volgt les. ja, dus dan Ja, hij is, laat zeggen, dus, maar hij is geen echt lid. Hij is geen volwaardig lid van de kerk. Hè. Hij gelooft, ja. En een catechumeen mag zelfs de mis dienen, enzovoort. Ja. Als je geen ander hebt, als je niemand anders hebt, dan schandaliseert de mens niet, maar hij zal de mis dienen. Dus hij is toch wel al iets, hij is toch al iets, hè. Maar stel je voor dat hij sterft, hij is niet gedoopt. Dus de kerk kan daar ook geen begrafenis voor doen.
Die wordt dan, ja, dat is een beetje moeilijk, hè? Ik weet niet wat daar speciale begraafplaatsen voor zijn, voor catechumenen, dat zal wel zijn. Zoals voor kinderen die niet gedoopt zijn, die zal er waarschijnlijk begraven worden, daar waar ook de kinderen begraven worden die niet gedoopt zijn, hè? Maar het was een catechumeen. Dus die wordt niet gelijk een heid in de grond gestopt, hè? Met niks. Maar die wordt eerbiedig begraven in een bepaalde hoek van het kerkhof, waar de kindjes die geen doopsel hebben. Ik denk dat dat zo is, dat moet zoiets zijn. Ja. Ik heb nooit geval gehoord gehad. Ik heb nooit geval gehoord gehad. Ik heb wel veel gehoord gehad, maar dat geval nog niet. Maar dat is logisch, dan moeten we gewoon gaan kijken wat de kerk over bestaat. Ik heb eigenlijk nooit nog geen regel gevonden dat de kerk over hoe dat er moet. Maar logisch gewijze gezien is dat zo. Hij heeft ongeveer dezelfde status als een kind. Dat sterft en zelfs nog meer. Want er wordt verondersteld van hem dat hij de staat van, dat hij de doopsel van begeten heeft. Dus heeft hij eigenlijk meer dan een kind dat sterft zonder doopsel en zonder het gebrek van het verstand. Want hij heeft zeker de staat van genade niet. Want hij heeft nooit de doopsel kunnen hebben. Maar hij heeft de doopsel kunnen hebben en hij wordt verondersteld van doopsel van begeten te hebben. Maar ja, hij is geen gedoopte. Hè. Dus hij heeft. Daarmee moet je zo vlug mogelijk dopen. Hè. De ongedoopte. Dat is wel een speciaal geval. Hè. De ketters, ja, een ketter is dus een gedoopte. Maar die dan niet voldoet aan de volgende voorwaarden, namelijk dat hij de lering van Christus. Hij aanvaardt de lering van Christus wel, maar bepaalde dingen niet. Dus het is alles of niks. Het is gelijk een boot. Ofwel is er waterdicht, ofwel zinkt hem. Hè? Als er één gat in is, ja, dus maar één gat, dan ja, goed, dan gaat zijn boot zinken met één gat. Hè? De kerk wordt vergeleken met een boot. De Ark van Noé, dat was uiteindelijk het symbool van de kerk. Van het doopsel. Wel ja, als er één gat in is, dan zinkt je. Wel, dus een ketter is een gedoopt die één of meer geloofswaarheden van de kerk bewerkt. Dus je zegt, God, voor 99% geloof ik u, maar voor 1% zeg je een leugenaar. Dat is erover, hè? Dus Ja, alle modernisten zijn ketters, ja, tuurlijk. Het modernisme is een ketterij, hè? Ja. Dat moet normaal uitgesproken worden voor de functies. De functies die dan verloren worden. Maar niet voor de excommunicatie, hè? De excommunicatie is ipso facto, dat staat in het kerkelijk wetboek. Ipso facto. Door het feit zelf dat je dus ketter bent, bent je geëxcommuniceerd. Maar ja, ik heb het juist gezegd, je was nog niet aanwezig. Straks. Er is een ander artikel. Dus excommunicatie staat in artikel 2000 en zoveel, 2100, ik wil er vanaf zijn. Maar een ander artikel heeft het over de excommunicatie zelf. En die gaat zeggen dus dat van als er iets ontbreekt, dus een verzachte omstandigheid, dan telt ze niet. Dus als die ketter bijvoorbeeld niet bewust is, want er moet ook een zware zonde aanwezig zijn voor een excommunicatie te krijgen. Dus dat veronderstelt eigenlijk al dat hij het goed weet dat de kerk niet aanvaardt. En dan verder wordt gezegd, als het een klericus is, wordt hij een paar keer aangemaakt door de kerk. En als hij dus volhardt, dan verliest hij al zijn functies. Dus bij de ketter behoort eigenlijk pertinax, het volharden. Dus als iemand ketter is zonder te beseffen, dan zit hij zo in een beetje een grijze zone. Het wordt pas echt een ketterij die hem wordt toegerekend als er een zware zonde aanwezig is. Dus dat hij het weet dat het een ketterij is. Weet je? Dus uiteindelijk komt het inderdaad op neer dat hij dus door de overheid wordt aangemaakt. Maar het wordt ingewikkeld als de overheid zelf ketters is en niet meer aanmaakt.
Dan wordt het gecompliceerd, hè? En wel, dan moet je zien wie is de kerk. En wel, dat zijn al diegenen die dus de leer van Christus blijven en om te zeggen van de wettige. Maar dat zijn dus alle priesters en bischoppen die nog dus gedoopt zijn, de geldige sacramenten hebben en de leer van Christus blijven, dus geen ketter zijn. En wel die met wettig gezag. Dat is de kerk. Dat is de leiding van de kerk. En wel, als die dan zeggen, het is een ketterij, dan moet je ze volgen, dan moeten ze geloven, dan moeten ze geloven. En als je ze dan niet volgt, zegt ja, maar nee, dat zijn sedevacantisten, dat zijn traditionalisten, die geloof ik niet. Ik geloof mijn pastoor, mijn bischop hier van Oost-Vlaanderen, hè. Hoe heet hem, de kampioen van Looij. Ik geloof een Diana, ja, dat is natuurlijk gezien, want dan is het dan een doodzonde. Ja. Ja, een beetje moeilijk, hè, want ja, is dat nog een vraag, hebben, hoor. Ja, ik heb nog een keer gehoord van mensen die zich laten ontdopen. Ja, er zijn mensen die zich laten ontdopen. Wel, ontdopen bestaat niet voor God in werkelijkheid. Dat is een illusie. Want je zult zien bij het doopsel, het geeft een onuitwisbaar merkteken. Dus het sacrament van het doopsel kun je niet ongedaan maken. Waar het wel op neerkomt, is dat ze zich laten uitschrijven uit de registers van de kerk. Maar ik denk wel dat de kerk dan geheime registers houdt. Dat is verplicht. Omdat het juist onuitwisbaar is. Dat zijn registers die niet consulteerbaar zijn. Alleen maar door een bisschop en door de pastoor zelf, maar niet openbaar. Die worden niet vrijgegeven. Want de kerk moet nog weten wie ze gedoopt heeft. Stel je voor dat die zich dan weer bekeert achteraf. Dan heb je geen bewijs dat je al gedoopt is. Je moet geen twee keer dopen, dat is eigenlijk schennis twee keer dopen. Dus ik vermoed, als ze hun werk goed doen, nee, ik ben zeker, als ze hun werk goed doen, dat ze een uitschrijven uit een publieke register, maar een inschrijven in een geheime register. Dat is ontdopen. Omdat het zelf eist. En dan gaat de kerk een proces aandoen. Ik hoor geen lid blijven van die club enzovoort, enzovoort. En dan beginnen ze van alles te zeggen. Dus ontdopen, dat is een. Het woord is verkeerd. Uitschrijven zou beter zijn. Enfin, het is niet beter, ik bedoel als uitdrukking. Ja, uitschrijven hebben de postkosten in de kerk wel natuurlijk. De ketters. De schismatieken. De schismatiek, dat is iemand die het wettige gezag niet aanvaardt. En of. Geen gemeenschap moet hebben met de gelovigen, met de andere gelovigen, leden van de kerk. En dat gaat meestal samen, niet altijd, meestal samen met een ketterij. Ofwel leidt het op de lange duur naar een ketterij. En omgekeerd ook. Alle ketters worden praktisch schismatiek. Oh ja. Want ze zijn al niet meer lid van de kerk, dus ze liggen er al uit en ze beginnen hun eigen ding dan, ze doen hun eigen ding ervoor. Want ze hebben nog een stuk van het geloof bewaard. Het zijn geen afvalligen. Want een afvallige is iemand die het ganse geloof bewaart. Maar een ketter die werkt alleen maar aan één of bepaalde punten. Dus die blijft zijn geloof verder beleiden. Dus die wordt automatisch schismatiek, een ketter wordt automatisch schismatiek. En wie mist de kerk behoort, gaat hij op zijn eentje iets uitvinden, begrijp je? Ja. En een schismatiek wordt uiteindelijk ook ketter. Want om te verantwoorden dat je dus de paus niet meer herkent, de echte paus enzovoort, dan moet je daar een theorie voor ontwikkelen en dan meestal is het daar een ketterij tussen. Bijvoorbeeld de orthodoxe schismatieken van de 12e en 11e eeuw, de Fuciers, die patriarch Fuciers hebben gevolgd. We zouden ze Fuciers moeten noemen, want orthodox betekent rechtlijnigen. De doxa is de regel en ortho is recht, de rechtgelovigen. Want wij zeggen nog steeds in de kanon en alle orthodoxe en al diegenen die de orthodoxe geloof hebben. In de Tegitoor. Het rechtlijnig geloof, moet dat zeggen. Niet orthodox systematiek geloof. En alle rechtgelovigen staat in de Tegitoor. Het omne orthodoxe fidei, die het rechtlijnig geloof hebben. Dus ze spreken van orthodoxe, zij noemen zichzelf orthodox, maar ze zijn niet orthodox. Wij noemen ze orthodoxen
Dus het is de begripsverwarring, ik vind dat vreselijk. Er zijn sommige symbolen die we ons laten afpakken, hè? In woorden. Hè? Wij zijn de orthodoxe, de rechtlijnigen, zij niet. Hè? Zij zijn de Photius, de volgelingen van Photius. Dus de orthodoxe schismatieken, de Photius, die hebben inderdaad ketterijen. Hè? Die geloven niet in het filioque. Die geloven dat de Heilige Geest voorkomt van de Vader alleen en niet van de Zoon. Maar nee, de Heilige Geest komt van de Vader en de Zoon. Het is de Vader die een kenact heeft en die uitspreekt en die vindt hij zo fantastisch beminnelijk dat hij bemint een acte van liefde stelt. De Heilige Geest bezucht. En zij aanvaarden een tweede huwelijk en zo. Second chance noemen ze dat. Second chance, de tweede kans. De derde, waarom dan geen derde kans? Als je een tweede kans aanvaardt, waarom niet? Alle goede dingen bestaan in drie uiteindelijk. Hè? Als je een tweede kans doet, dat wil zeggen dat het huwelijk niet echt ontbindbaar is. Als het eerste huwelijk ontbindbaar is, dan ook het tweede natuurlijk. Waarom zou het tweede niet ontbindbaar zijn? Waarom zou het tweede huwelijk sterker zijn dan het eerste? Dat is onzin, hè? Je ziet dat er een gat in een dijk is. Dan is het naar de poppen, hè? Dus zij geven een second chance, en dat is dus verkeerd. Dat is eigenlijk een ketterij ook, hè? Dat is tegen de Heilige Schrift. Jezus zegt, wat God heeft gebonden, zal de mens niet ontbinden. De mensen kiezen wel, met wie zij gaan trouwen. Maar als ze dat voor God verklaren, met een priester erbij, dan heeft God dat gebonden. Dat is het onderscheid. De mensen kiezen, maar God verbindt. De mensen verbinden elkaar niet aan elkaar. Ook wel, het heeft ook wel een natuurlijk aspect, maar het heeft vooral een bovennatuurlijk aspect. Ziet je? Dus jij kiest wel, maar is er kiesvrij? En maar eens dat je gekozen hebt en je hebt dat verklaard voor de kerk, dan heeft God het gewonnen. Begrijp je? Dus dat aanvaarden ze ook niet. Dus dat is uiteindelijk tegen de Heilige Schrift. En dan ook andere kleine details. Ja, ze aanvaarden niet dat de paus natuurlijk paus is. Hè? Dat er in Rome, dat de patriarch van het Westen ook paus is. Hè? Dat die ook hoofd en macht heeft over de ganse kerk. En je ziet in de ganse geschiedenis van de kerk is dat altijd overal zo geleerd geweest. Hè? Overal waar er een discussie was, dan deden ze een beroep aan de paus. Als de conciles er niet meer uitgeraakten, gingen ze naar Rome. En dan moest de paus beslechten en Roma locuta causa finita. Roma heeft gesproken, de zaak is afgesloten. Roma locuta, Rome heeft gesproken, causa finita. De causa, de case, de zaak, is afgesloten, finita, is finitis, beëindigd. Weet je? Huh? Ja, in het Vlaams zit de kous is af, zo we zeggen. De schismatieken. Wie behoren nog niet tot de kerk? De afvalligen. Die van het geloof zijn afgevallen. De apostaten. In het Grieks is de apostare. Apostare, dus de afvallen. De apocalypsis, dat is de... Dat is de gelaat in het Frans, dat in elkaar valt, de uiteenvalling, dat alles in elkaar valt, apocalyps. Dus de apostaat, dat is diegene die van het geloof afvalt. Die het ganse geloof, volledig godsdienst, die wordt eigenlijk atheïst, agnost, ik weet niet, in afvalling. En degene die door de kerkban zijn uitgesloten. De geks communiceren, maar dan een geldige communicatie natuurlijk, hè. Want Sint Paulus spreekt er ook. Hij spreekt er excommunicatie over iemand die afstallig is. Die heeft, wat was het nu weer? Dat was een incest. Iemand die een incest deed en die wou het niet bekeren en heeft hem buiten geworpen. Paulus zegt, ik lever hem over aan Satan, opdat hij tot betere gedachten zou komen. Dat wil zeggen, aan de kwellingen van zijn ziel, niet maar zijn lichaam. Hij levert zijn lichaam over aan Satan. Ik geef duivel de toestemming om die mensen te plagen en te kwellen en de ziektes en de problemen, of hij tot bekering zou komen. Ik leef nu over aan Satan, zij zien natuurlijk niet, het is juist om hem te bekeren dat hij dat doet. Bij de kerk, je moet daar geen gemeenschap mee hebben,
Dat is voor iemand, geen gemeenschap, dat is de excommunicatie. Dat staat in de brief van Sint Paulus, de excommunicatie. Maar dat wordt al voor een heel ernstige zaak gedaan. Ten eerste als straf, maar ook om die anderen tot bezinning te brengen. Dus altijd met een goed doel. Hè. En om de kerk te beschermen tegen besmetting. Dat ze dat voorbeeld niet zouden navolgen. Hè. En nu, ja, een heel pijnlijke dus, zaak voor tegenwoordig, of een heel interessant ook tegelijkertijd. Wie is het hoofd van de Heilige Kerk? Misschien gaan we stoppen, want ik spreek al een half uur. Want dat is natuurlijk een heel een heikelpunt. Wie is het hoofd van Jezus Christus? En het zichtbare hoofd is onze Heilige Vader, de Paus van Rome. Ja, ja. Maar we hebben juist gezien dat een ketter niet tot de kerk behoort. Dus als die paus van Rome een ketter wordt, ja, dan is het niet meer onze heilige vader de paus van Rome. Dan ligt hem eruit, hè. Mooi volgen. Ja. Dus, Verlies? Ah, ja. Dus we gaan daar misschien de volgende keer over spreken, want dat is nog wel iets dat je niet op 2 minuten kunt afhalen. Zijn er nog iets? Nog een vraagje. Ja. Als ketters of afvallenden een kind laten dopen. Als ketters of afvallenden een kind laten dopen, ja. En de priester gelooft wel dat de doopsoort afwassen dan ja, ja, ja. Met de ouders voor de nieuwe zo. Ja. Is dat van een kind laten dopen? En wie doopt het? De priester? De priester. De katholieke priester? Ja. Want dat is zeker gedoopt als de priester het doopt. Zijn dat zo? Nee. De van de priester, dan alleen van de kerk. Hè. Want de ouders vertegenwoordigen de kerk voor het kind. Want ze zijn ook gedoopt. Ja, maar als die ouders niet gedoopt zijn, kunnen ze in het doopsel niet voor het kind spreken. Hè. Daarom is er een Peter en een Meter nodig. Hè. En de priester ook natuurlijk. Ja. Het beste bewijs is. Als je achter de rug van ouders een kindje gedoopt op zelf ligt, is je al gedoopt, hè? Ook als de ouders in geen, als de ouders in geen geval zouden willen dat het kind zou gedoopt worden. Bijvoorbeeld de kinderen van de Joden of zo. Als ze te weten komen dat een kind in het geheim gedoopt is geweest, dan doen ze een proces aan, hè? Dat is al geweest, dat is al gebeurd, hè? We hebben gezien dat het verloop heel belangrijk is voor het doop. Maar ja. Degene die doopt wordt, of wel van degene die woorden in de ouders weten of niet. En dat bij het dopen, als onder toestemming is van de ouders, dan is dat ouder. Ah ja, dan is de priester die doopt, of degene die doopt, die heeft die intentie. En de hele kerk heeft die intentie dat alle kinderen, dat alle mensen gedoopt zouden worden. Hè. Als dat kind geen eigen wil heeft, dan aanvaardt de kerk dat, anderen die een zeker recht hebben op dat kind kunnen laten gelden, dat die dan in de plaats van dat kind spreken. Hè. En de kerk heeft een recht op iedereen. Want Jezus zegt, alle volken behoren mij toe, ga en onderwijs ze. De kerk heeft gezag over iedereen, zelfs over de heiden, want ze moeten luisteren. Ga en onderwijs, leer ze en doop ze. Dat is zeker dat zij dat moeten doen. En dat is God die spreekt. Dus de kerk heeft een macht eigenlijk over ieder wezen. Hè. Natuurlijk is het zeer beperkt, want voor iemand die volwassen is die hangt het af van zijn respons. Hè. Natuurlijk. Maar voor een kind dat dus, voor een kind is juist uitzondering. Een kind heeft nog geen gebruik van zijn vrije wil. Op dat moment kan de kerk haar rechten doen gelden. Hè. Dat is ook logisch, want God zoekt altijd het goede van dat kind. Het is goed voor dat kind dat dat gedoopt wordt. Weet je wat een verschil dat is? Dat is een verschil tussen een hemelsparadijs en een aardparadijs. Dat is nog een oneindig verschil. Dus de kerk wil altijd God wil en de kerk wil altijd het goede van de mensen. En als dat niet uitkomt, ja, dan is dat anders. Hè? Dat een verborgen camera in de... Hè? Dus voordat je doopt in zo'n geval, moet je zien dat je de camera is, hè.
van het prijs van wel, gewoon groen, regenwater, die camera. Ja, ja, ja. Of wel als die vrouw een sluier heeft, dan zit je oh mijn kleintje en dat kindje die helemaal in de sluier en gaat er zo water uit. Dat is goed dus. Klein busje zo. Je kunt er altijd zodanig doen dat er niemand het kan zien. Hè? Je moet geen emmer water over dat kind uitgooien. Hè? Ja. Het is voldoende dat het water vloeit. Ja. Voor de geldigheid van het sacrament. Ziet je? Goed, dit gezegd zijnde. Ja, dan gaan we afspraak nemen voor de volgende keer. Dus, als er geen vragen meer zijn. Ah ja, hier is nog een vraag. Maar als iedereen mag dopen in nood, ja, in nood mag je niet iedereen dopen, hè? Zit de catechismus dan bij het doopzonen? Dan zijn de moderne dopen dan toch ook nog geldig. Ja, iedereen mag dopen in nood. Iedereen mag geldig dopen in nood, moet dat zeggen. Hè? Niet ongeldig, hè? Dan zijn de moderne dopen toch ook nog geldig? Of is het omdat ze niet meer geloven? Het is niet omdat ze niet meer geloven, het is omdat ze een tegengestelde intentie hebben. Namelijk, ze hebben de bedoeling niet meer om een zonde weg te halen. Want de derde zonde stelt niks meer voor. Ook al staat in de KKK dat de doopsel alle zonde weghaalt. Maar als de commissie zegt, derde zonde stelt niks voor, dat kind heeft geen persoonlijke zonde, derde zonde is niks. Want dat verhindert niet naar de hemel te gaan. En in de hemel komen alleen maar heiligen. Huh? Dus ze zeggen niet, die gaan naar het vagevuur, nee, die gaan naar de hemel. Dat wil zeggen dat er helemaal geen zonde is. Als het kind geen zonde heeft, hoe kun je dan een zonde afwassen? Je kunt toch niet afwassen wat er niet is? Is dat geen logica? Daarom noem ik ook de cursus logica ook. Hè? Want... je kunt niet afwassen wat er niet is. Hè? Goed, dus vermist dat ze zeggen, het gaat naar de hemel. Dat betekent dat er totaal geen zonde meer aanwezig is in dat kind. Dus nu kun je dus de intentie hebben om die zonde weg te halen. En als je de intentie hebt om een zonde weg te halen, heb je de intentie niet van de kerk. Van de echte kerk. En als je geen intentie hebt, is het sacrament ongeldig. Zie je? Dus als iedereen mag dopen in nood, ja geldig, maar dan geldig, hè? Ze moeten wel geldig dopen, hè? Je moet water nemen, het vloeien over het hoofd, laten vloeien over het hoofd, en je moet tegelijkertijd zeggen, ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En intentie van de kerk. En dat zijn de voorwaarden om geldig te dopen, ook in nood. Als jij in nood geen water gebruikt, maar koffie, dan is ongeldig gedoopt, hè? Of ik weet iemand die gezegd, ik heb vlug mijn kleinkind met speeksel gedoopt. Ja, dat speeksel is ook ongeldig wat hier. Dat is geen water. Dat is slijm. Ook al bestaat voor een groot gedeelte het water. Dus het moet wel water zijn. En liefst zo heilig mogelijk water. Dus doopwater, de priester, ofwel gewijd water, ofwel als je dat niet hebt, ja, dan heb je dus alle mogelijke water wat water is. Regenwater, putwater, kruidjeswater, ja. Een beetje raar, dat is echt. Het water gaat niet een keer een confrontatie geven of het volksom. Ja. Daar zei je dat andere dingen dan water en nood ook mogen. Die mogen in de water. Hij heeft gezegd dat andere dingen die voldoende water zeggen ook geldig, dat is tegen. Als hij dat gezegd heeft, dat is praktisch een ketterij, dat is tegen wat de kerk altijd. Nee, het moet water zijn. Moet water zijn. Het is niet voldoende dat er genoeg water in zit, hè? Waterstof of zo. Het moet water zijn. Thee is ongeldig. Of het moet zodanig zijn dat het inderdaad water is. Hè? Als praktisch niks in zit. Dat heb ik al verteld van die seminarist. Dat heb ik u wel verteld de vorige keer. Hè? Van een bischop die op bezoek kwam in een seminarium. Dat heb ik u verteld. Hè? Een bischop kwam op bezoek in een seminarium. En die moet een seminarium. Dus een kanoniek bezoek doen. Dat wil zeggen, is alles hier in orde volgens de kanonieke recht. Aan de seminaren worden priesters opgeleid, dus je moet tegen wat gaan controleren. En daar hoort ook een gesprek bij met de seminarist. Ik weet nog, mijn eerste bezoek, had ik bezoek in Favinia, was pater Schmidberger, die op bezoek kwam. En dan moest je aanschuiven, dan moest je op dat uur bij hem. En ik
Wel, er is een bischop die komt in een seminarie en de rector zegt: die seminarist, monseigneur, daar moet je mee oppassen, want die gaat u altijd antwoorden met: je moet onderscheid maken. Ik zal hem hebben, zegt een bischop. En op een gegeven moment is het aan zijn beurt en die seminarist komt binnen en hij zegt: goedendag en zo, en zo van alles. Ik zeg: zal eens een keer een vraag stellen. Moogt je dopen met soep? En het was onder de nodig, hè? Het was onder de nodig, hè? En hij zei: je moet onderscheid maken, monseigneur. In het begin van de week niet, op het einde van de week wel. Want er was er zodanig aangelengd dat het praktisch water was. Hè? Dus nee, het moet water zijn. Het moet water zijn. Bijvoorbeeld, ja, het liefst zo edel mogelijk. Maar als je in grote nood zit, dan mag zelfs water van de plas. Dan moet je daar wel water uit scheppen. Zelfs water van de plas. Bijvoorbeeld, er is iemand op straat die op sterven ligt en die wil gedoopt worden. Dat is al gebeurd. Dat zijn muzelmannen. Die hebben schrik. Maar in hun hart willen ze bekeren. Dat is in Parijs gebeurd. Dat de priester van een traditionele priester, die is bij een ongeval. En dat is een islamiet en die vraagt het doopsel. Ja, dan pak je hetgeen dat je bij hebt. Ik heb natuurlijk altijd een flesje bijwater in zak, maar stel je voor dat je dat niet hebt. Dan pak je hetgeen het water dat er is, hè, zo mogelijk, want dat is op sterven. Hè. Ik heb in Litouw bijvoorbeeld een brommer gezien. Die was juist voor onze ogen verongelukt en zijn hersenen liepen uit zijn neus. En ik heb die nog vlug het tijdelijk hoofdstel kunnen geven. Hè. Ik had er op zak. En, dus daar moet je nu bij zijn, want anders is die echt, dan is je ziel weg uit dat lichaam. Hè. Moet er nu bij zijn. Hè. Dus je moet met alle water, maar het moet water zijn. Nog vragen? Regenwater, putwater, kraantjeswater, spuitwater, dat is ook water. Hè. Alle water. Goed. Geen vragen meer, alles is klaar. Ja, dus ik zie dat mevrouw Greta, ik denk dat het een hangmag is. Ja. Misschien hebt u moeilijkheden gehad om te connecteren, want ik heb u zien komen en gaan. Maar waarschijnlijk hebt u een ding, hè, een Androids. Ja. Van mijn kant is mijn verbinding goed geweest. Denk ik toch wel. Zo, ik wens u het allerbeste, verenigd in gebed en tot de volgende keer. God zegen.